Ernst on that game show. Yo, welkom bij de eerste aflevering van Een Late Nacht met Standaard. In deze aflevering nodig ik elke week een gast uit en bespreken we de week, wat er allemaal is gebeurd. Nou, deze week heb ik Thijs uitgenodigd. Kom erbij, Thijs. Yo man. Dat is mijn oma terug. Wat gezellig, man. Zo. Ah, tof, man. Tof. Hey, is het niet waar Tom Cruise woont hier? Ja, nee. Tom Cruise woont op de 48ste, daar net iets boven. Oké. Hoe gaat het met jou, Thijs? Ja, leg even uit, wie ben jij? Wat doe jij? Wie ik ben? Nou, je kan me kennen van blowen op de straat. Dan zou je me gewoon kunnen kennen. Eventueel. Nou ja, kijk, ik ben een nogal lui presentator. Niet lachen. Ik weet het niet. Oh god. De gast, in dit geval Thijs, die zoekt altijd de nieuwtjes uit. Dus Thijs, wat is er deze week allemaal gebeurd? Nou, wat is er deze week gebeurd? Wat is er deze week niet gebeurd? Kijk, het is om een heel lang verhaal kort te maken. Iedereen voelt het al aankomen. Die Xbox One gaat niet verkopen gewoon. Hoezo? Ik had namelijk echt verwacht, want Microsoft, ja, laten we eerlijk zijn, ze zijn nog een bom bezig de laatste tijd, dat ze op zijn minst die Xbox dit jaar wel releasen. Gelukkig doen ze dat ook. Alleen, ze slaan een aantal landen over. Waaronder Nederland. Ja, toch wel een Xbox-land eigenlijk. Ja, en het mooie is dat Brazilië, die krijgt hem gewoon op de afgesproken datum. En dat is heel grappig, want Brazilië had de PlayStation 2 nog ineens 5 jaar na release van dat ding. Dus echt? Dat is echt waar. Dus het slaat echt weer helemaal nergens op. Sterker nog, ik zal je iets wat vertellen. Hè? Zo. Nou gaat hij wat vertellen. Ik ging laatst naar de Mediamarkt toe. En ik ben dus een spelletje aan het uitzoeken. En op een gegeven moment... pre-order de PlayStation 4 hier nu. Denk je, leer, dat kon toch niet meer? Dus ik loop naar zo'n pikkie toe dat daar werkt. Zeg, PlayStation 4 pre-orderen, kan dat? Ja, ik heb helemaal geen idee waarom iedereen denkt dat het niet kan. Het kan. Ja, het kan bij Mediamarkt. Nou, in ieder geval, je hoort in Utrecht. Ga naar de Mediamarkt in Utrecht als je nog een PS4 wil. Maar de Xbox One, ja, ik zal je eerlijk zeggen, wij hebben het hier al over gehad. Jij bent meer een PS4, man. Nou, ik weet ook, jij besteedt de helft van je geld aan Arbeat, maar dat is het. Ben ik een PlayStation 4, man? Of zijn wij allemaal gewoon geen Xbox One, man? Kijk, dat is het ding. Filosofisch. Want die man daar bij de Mediamarkt wist mij te vertellen... Ja, ik heb nu al 24 PlayStation 4's op pre-order. En één Xbox One. Oh. Ja, nou, dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Kijk, hoor. Dat maar één iemand. We wonen in Nederland. Gamers hebben nou eenmaal weinig geld. En ja, 100 euro, laten we eerlijk zijn, het scheelt veel. Maar ik denk, en we gaan binnenkort naar Gamescom, dat de Xbox One nog 100 euro of dollar goedkoper wordt. Want ze hebben nu al een soort van bevestigd dat het zonder Kinect geleverd wordt. Dus het is nog even spannend. We laten je het volgende week weten. Ja, maar ik wil ook nog toch even een beetje aan toevoegen. Kijk, als gamebedrijf, als Xbox, dan je hebt een naam neergezet. Je hebt 2 consoles op de markt, daar komt je derde eraan. Je weet dat je een slagveld ingaat. Nou, zoals jullie, Veras en George, denken over Nintendo, is die al helemaal buiten die race. Dus je hebt Xbox versus PlayStation, True. Als ik het goed begrijp. De echte next-gen consoles in mijn hoofd. Fuck, kan het dan dat Xbox op de E3... Allee, we komen met dit, we komen met dat. Oh, maar jullie willen dat niet. Dan gaan we dat even veranderen. Dat zie ik Nintendo niet doen. En daarom wordt Wii U... Geloof me, over 2 jaar zie je Miyamoto met miljoenen loopt hij weg. En loopt iedereen uit te lachen. Net als de Wii. Jij bevestigt nu hier dat de Wii U net zo goed gaat verkopen als de Wii. Dat zal in ieder geval niet aan de games liggen, want de games op stelling dit najaar en volgend jaar. Nou, ziet de pit gaat Mario Kart, Super Smash, nieuwe Zelda, een nieuwe 3D Mario. Nou, dat is niet helemaal waar. Het is geen nieuwe Zelda. Nee, maar die komen wil ik ook niet dat er gezegd wordt dat het nieuw is. Nou, daar komen wij in ieder geval er niet uit. Waar we wel uitkomen is het volgende. Nintendo heeft iets gedaan, maar ik ben het even vergeten. Dat weet jij. Wat is er op Nintendo gebied gebeurd deze week? Deze week op Nintendo gebied is gebeurd. Zal weer niet spectaculair zijn. Nou, niet spectaculair. Gaan we verder. Doe je ding. Toen Nintendo met de 3DS kwam, geweldig apparaat. Als je hem nu nog steeds niet hebt gekocht, koop hem. Want zelfs The Guardian zegt dat het de beste console ooit is. En zullen hun ooit liegen? Lijkt me niet, hè. Maar goed, dus de 3DS werd gelanceerd. En toen was er een Japans mannetje die zei van... Miyamoto. Nee. Oké, sorry. Ik ben niet de gast, hè? Ja? Oké. Nee, maar die zei van, moet je nou eens horen, dat hele 3D zonder bril, ja, heb ik uitgevonden.
Dus nou, gozertje klaagt Nintendo aan voor maar liefst $216 miljoen. Oh. Belachelijk natuurlijk. Kan je er ooit van kopen, ja. Na 2 jaar geonderhandeld en weet ik het, wat is er vandaag uitgekomen dat de 216 miljoen voor meneer helaas niet doorgaat. De reden daarvoor is, Nintendo heeft de 3DS nooit met winst verkocht. Ja. Hmm. Ja. Is dit echt? Het is echt haar, ja. Impressive. Ja. Het is echter dan maar een dus Xbox dat One. Maar dat is een spectaculair Nintendo nieuwtje. Nou, om verder te gaan op het volgende. Natuurlijk hebben we allemaal jeugd gehad en natuurlijk zat Pokémon daarin, lijkt mij. Ja. Nou heb je de Wii U, heb je Pokémon Rumble U. Dat is €15. Rumble U heet weer een U daarachter. Ja. Origineel hoor, Nintendo. Oké, ga verder. Sorry, ga verder. Oké, maar goed, afijn. Je speelt met speelgoed Pokémon. En het, ik weet niet precies wat je moet doen eigenlijk, maar het komt erop neer dat goede op research. De game... Dude. In Pokémon Rumble U maak je namelijk gebruik van het rare vierkantje dat op de Wii U gamepad zat. Ik zelf vroeg me eigenlijk ook al af, why the fuck zit dat erop? Wat blijkt nou? Je kan volgende week een Pikachu poppetje kopen, die plaats je op je gamepad, dan laat hij hem in het spel en nou zo, komt het, nou. Dan ga je ermee vechten, dan wordt die motherfucker level up. En dat slaat hij op dat poppetje. Dus in dat plastic ding zit gewoon een geheugen. Jongen, zo, dat is echt komkommertijd hier op de standaard redactie, of niet? Ja. Hier krijg je nou even niet een harde plassen van. Nou, vertel eens even het nieuws waar jij een harde plassen van kreeg deze week. GTA 5, dames en heren. Er kwam dus net een Call of Duty Ghosts multiplayer trailer uit. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil daar niet te veel over hebben, want het lijkt gewoon weer... Weet je, op de good old fashioned Call of Duty, waar ik niks tegen heb. Ik vind het tof. Alleen, ja, er moet toch wel even weer wat anders gebeuren. Ja, maar in ieder geval GTA Online. Ik zeg expres GTA Online en geen GTA 5. Want Rockstar wou duidelijk maken in deze 3 minuten trailer dat het 2 verschillende dingen zijn. Dus je moet je voorstellen, je krijgt straks GTA 5. En dan ergens in oktober, volgens mij begin oktober, kan je gratis... die game die wordt dan geactiveerd, GTA Online. Maar in ieder geval, het ding van GTA Online is, het is eigenlijk echt een soort van MMO. Je hebt een hele andere verhaallijn. Net als Saints Row krijg je een character, kan je helemaal customizen. Vrouw, man, alle kleding veranderen. En je kan samen met je crew, kan je alles doen in die wereld. Van parachute springen, van bergen af, tot samen een bank heist beginnen. Het is echt letterlijk een MMO. Het is een soort van World of Warcraft in GTA. Daar krijg je nog een harde plassen van. Nou, waar ik er nog harder plassen van krijgt, is dat ik heb gezien dat het geld rechtsbovenin gewoon weer groen is. Ja. Kijk, en dat doet een jonge deugd. Dat doet mij deugd. Maar ze maken ook duidelijk in die trailer van bla bla, we do this, because this is fun. Juist. Het woordje fun. Nou, dat kwam ik nergens in GTA 4 tegen. Ook al vond ik het wel leuk. Ik vond GTA 4 fun, niet slecht. Het is niet slecht, maar de fun van San Andreas is weer terug in GTA 5. En daar word ik gewoon blij van. Ik mag het hopen. Nou, ik zie dat we inmiddels al onze tijd zijn gekomen. Mm-hmm. Wat vond je van de whisky? Want we hebben hier... wacht, Captain Morgan, dankjewel. Ik krijg gratis flessen. Hey, ik vond het heel erg gezellig met je. Ja, ik vond het ook. Ik stel voor dat je hier volgende week even gewoon ophoudt met die fucking Nintendo nieuwtjes. Niemand daar zit erop te... Oké, houd bij 1 nieuwtje, oké? Oké, nou is goed. Ik ga wel komen met een nieuwtje en het zal waarschijnlijk gaan... Het gaat over de Gamescom. Het gaat waarschijnlijk Want, over de Gamescom. Want wij zitten daar volgende week woensdag. Ik heb er fucking zin in. Maar heb jij je ook al bedacht dat we dus nu eindelijk onze Wiener Schnitzel in die tieten van die Duitse dames kunnen slingen? Het wordt even wild hier in de building. Nee, het was gezellig, Thijs. En ja, dames en heren, ik wens jullie een fijne avond. Het was hier een late avond met Standaard. Tot de volgende keer. Klitjes. Hallo.